Die glimlach van net, die spreekt op boekdelen, denk ik. Ja, zeker. Ik bedoel, we hebben keihard geknokt vandaag. En, had je niet verwacht eigenlijk. We waren met 9 man en alsnog een gelijkspel eruit gehad. Dat is niet slecht. Hoe krijg je dat voor elkaar? Ja, ik denk dat we gewoon met z'n allen hard hebben gewerkt. Helemaal ingezakt en een beetje compact gespeeld. En uiteindelijk een beetje counter. En het is ons wel goed gelukt. Nou, maar jij staat er in je eentje voorin en dan is het maar een lange bal en vasthouden en hopen dat er iemand bij komt. Ja, het klinkt hopeloos. Ja, klopt. In het begin dacht ik van wat moet ik hiermee? Maar uiteindelijk heb ik gewoon best gedaan. Ik probeer gewoon zoveel mogelijk die ballen vast te houden. En goed afleveren. En dan zie je toch dat er wat tijd... Ja, die tikt weg. Dus dan... Ja, precies. Hoe vaker je die bal vasthoudt en hoe meer tijd wegtikt. Maar op die tribune, op een gegeven moment werd het 2-1 voor Sparta. Toen dacht je, nu is het wel gebroken, het verzet. Dan wordt het iets van 5-1 misschien nog wel. Hoe weet je dan terug te komen? Ja, inderdaad. Toen het 2-1 viel, dacht ik ook van nu wordt het een grote uitslag. Maar we hebben gewoon blijven werken en goed verdedigd. En uiteindelijk gewoon zie je resultaat. Als je hard werkt, dan komt het wel goed. Heb je gesproken nog met Guy Ramos en Sequeira? Want misschien voel je ook wel een beetje onrechtvaardig behandeld vanwege de rode kaarten. Of waren ze misschien wel gewoon terecht? Ja, ik denk dat ze allebei niet echt terecht waren. Ik bedoel, de eerste waar die penalty uitkwam, ja... Guy houdt niet... Ja, je zag wel dat het een klein beetje vast hield, maar ja, het was geen rode kaart in ieder geval. En die van Nito heb ik niet gezien, dus moeten we even terugzien. En nu ga je de bus in met een gelijkspel, maar voelt denk ik als overwinning. Ja, zeker. Ik bedoel, met 9 man en nog gelijkspel eruit gehaald, dat is niet slecht. En jij bent oud speler ook. Het blijft leuk om hier op het kasteel te spelen dan voor jou. Ja, ik heb een goede jaren terug bij Sparta en het is altijd weer leuk om weer terug te keren natuurlijk. Zeker vandaag? Ja, zeker. Dankjewel joh. Is goed.